naar de Duits-Nederlandse windtunnel in Marknessen. Dit is een zeer bijzondere windtunnel, enige in zijn soort in Europa. Dit is huge. Daar staat er nu naar 6 inmiddels al in de windtunnel. Dus we hopen ook nu weer het best aerodynamische voertuig te zijn dat daar ooit getest is. Eerst doen zij gewoon standaard procedure, dus we gaan ze shakedown doen. Dus gaan ze tunnel aanzetten, zien dat de auto niet wegrolt. Dan gaan wij even luisteren. Gewoon, er zijn veel naden in het zonnepaneel. En we kunnen met een microfoon kunnen horen of de lucht daarover slecht wordt, om het zo te zeggen. En daarna beginnen we te meten. Ja, het is een once in a lifetime experience. Ik bedoel, het komt hier maar één keer. Het is onvoorstelbaar groot. Hij is wel groot, hij is heel groot. Het is geavanceerd eigenlijk allemaal. Dus om hier zo te mogen zijn met onze auto, dat is echt geweldig. We hebben resultaten binnen. Ja, maar mag er niks over zeggen? Ik mag er niks over zeggen, maar je ziet de glimlach op mijn gezicht. Ik denk vooral dat zo'n haar het mooiste wappert van ons allemaal in de wind. En hij is ook even jongens van RDA, dus uiteraard moet hij hier bij betrokken zijn. Dat geeft ook meer meetresultaten als je de haar ziet wapperen. Weet je hoe de luchtstroom zich gedraagt, zo een goede indicatie kan. Het zijn mijn mooie blauwe ogen die het afmaken. Een van de belangrijkste mannen van de TU Delft zei dat dit echt fantastisch was. Hij heeft ontzettend veel kennis op het aerodynamische gebied en heeft ons ook geholpen. En hij zei dat geen Luna was beter. De resultaten zijn heel goed. Ja, dus, we zijn heel blij mee.